Goedemorgen allemaal, het is vrijdag en ik heb weekend. En niet zomaar een weekend, want Niels is een weekendje bij Sven's ouders aan het logeren. En dat kwam ook wel heel erg op een goed moment, want Niels en Sven zijn de afgelopen week ziek geweest. En Niels sliep daarvoor al slecht, eigenlijk sinds we terug waren van vakantie sliep hij al slecht. Maar het werd er zeg maar niet beter op. Het werd even beter en toen werd hij ziek. Dus toen ging het weer mis. Hey mittens. Dus we hebben een soort van chronisch slaapgebrek. Nou heeft hij de nacht van woensdag op donderdag heeft hij wel eindelijk weer doorgeslapen. Zo fijn. Dus ik had al een beetje en nu vannacht gewoon in alle rust geslapen. Ik was wel gewoon om 7 uur wakker, dat je denkt, why? Maar dan nog zo fijn om gewoon eventjes in één streep door te slapen. Mittens heeft de hele nacht lekker bij me gelegen. Ik heb eventjes zijn beer in bed gehad, zodat hij lekker naar mij ruikt. Ik wissel dat dan af, zodat hij nog naar mij ruikt. Dus als hij terugkomt, heeft hij een bedje wat lekker naar mij ruikt. Mits is er ook evidence. Alleen Sven is nog ziek. Dus we moeten even kijken hoe onze plannen gaan zijn. Want we zouden eigenlijk gisteravond naar de bios gaan. Vanavond uit eten, morgen braden. Maar gisteravond ging dus niet door, want hij was nog ziek. Ik weet niet hoe hij ligt nu nog te slapen. Ik weet niet hoe de vlag er nu bij hangt. Wat ik in ieder geval ga doen, is ik ga nu een HIIT workout doen. Ik wil even cadeautje voor mijn ouders maken, als ook een bedankje voor dat weekje Frankrijk, maar ik wil een soort klein fotoboekje maken. En gewoon als een kleinigheidje. En dan ga ik straks met mama naar de IKEA. En ik ga vanmiddag naar de kapper. En ik ga naar Salon B. Dus dat lijkt me heerlijk, Salon B. Salon B. En dan hoop ik dat we gewoon vanavond lekker uit eten kunnen. En zo niet, dan moeten we even zien wat we gaan doen. Straks komen ook de boodschapjes. En dan is het ook klaar voor het weekend. Yay! Ik dacht, ik neem even een klein stukje banaan. Maar ze beginnen een beetje om te gaan. En dan doe je zeg maar wil je er eentje van afhalen. En dan krijg je zeg maar dit. Tipje als je dat hebt. En je denkt, ik heb nu niet per se zin om 3 bananen op te eten. Dan doe ik ze altijd in van die kleine zakjes van IKEA. En dan in de vriezer. En dan kan je ze gebruiken voor een bananenmilkshake of iets met, weet je, van die chocolademousse-achtige dingetjes. Dan heb je ze gewoon liggen. Altijd een goed begin van de vlog. SD-kaart vol, batterij leeg, we gaan lekker. Maar wat ik dus wilde zeggen, dan doe je dus van die overrijpe bananen, of tenminste goed rijpe bananen, in van die kleine zakjes zo. En dan in de vriezer. Hartstikke handig. Dus dat, nu ga ik echt sporten. Mijn outfit van vandaag. Deze broek van Primark en de schoenen denk ik zelfs ook. En dit shirtje is van de Hennes. Dus dit is mijn outfit van vandaag. En make-upje. En zo meteen ga ik lekker met mama naar de IKEA. Het is nu iets over 10. Ik heb deze trouwens weer eens om. Dat is mijn Calvin Klein ring die ik ooit een keer voor mijn verjaardag heb gekregen. Love is. Naar de IKEA. Sven is nog steeds ziek, dus dat is jammer. Maar goed, ik neem hier gewoon lekker mee naar de IKEA en straks kapper en zo. Mama en ik zijn in de IKEA, we hebben het over autorijden. ik krijg er stress van. Maar we zijn er, we gaan even shoppen. Een soort van lunch. En ik ga aan het shoppen inmiddels op car, want nu werd het een beetje te veel. Bij de opbergers. Ik ben weer thuis. Ik heb het plankje er al tussen gedaan, dus ik ga hem nu even inrichten. Misschien zie je zo kunnen blijven staan. Ik heb deze bakken, maar ik twijfel nog even of ik ze met of zonder deksel ga neerzetten. Dat het zonder wel makkelijker is, hè? Dan pak je het er makkelijker uit. Ja, die deksel zit er gewoon bij. Ik heb er nog meer van.
Zo, dit is het eindresultaat. Ik ga hier nog eventjes van dit soort, even kijken waar zijn ze, van dit soort stickertjes opdoen. Nou, zet je. Dit is zonnebrand. Dat was nog even een ding, want ik hoopte dat ze zo konden staan. Maar dat kon niet, tenminste hij kon niet zo hoog, omdat die vaas anders niet meer past. Dus ik heb nu alle zonnebrand zit in deze bak, die je kunt zien. Ja, daar zit natuurlijk nu heel veel in, omdat we bijna op vakantie gaan. Dan heb ik hier twee bakken. Eén, en daar zitten gewoon wat losse dingen in, zoals een EHBO-setje en een waslijn, dat soort ongein. Andere zitten allemaal van die zakjes waar ik dingen in stop, maar ook kleine portemonneetjes en zo'n reiskussen en dat soort dingen. Dus die zitten hierin. Dan kijk ik hoe ik het allemaal ga noemen. Dan heb ik hier gewoon alle losse dingen. Dat moet even anders doen. Dat zal ik zo even doen. Ja, dit is een beetje een onhandig ding. Maar dit is wierook. Ik heb het wel eerder over gezegd. Wierook is mijn held tegen... Ik kan eens kijken hoe het erin zit. Wierook is mijn held tegen wespen. Nee, helaas. Het zijn wel echt van die lange stengels. Deze zijn van Rituals. Die zijn natuurlijk wel super mooi. Dus die ga ik wel een keer meenemen. Maar die liggen voor nu nog even heel onhandig hier. Nou goed, dan heb ik hier wat dingen als bagageweegschaal, maar ook boxjes, oordopjes, zo'n stekkerding, voor alle landen stekker, ik kom er even niet op. Hier heb ik nog meer van die tasjes waar ik altijd alles in doe, die zitten in elkaar gevouwen. Nou, hier zijn nog wat kaarten, voor het geval de navigatie ineens stopt. Hier heb ik een lijstje, dit is een lijstje wat ik zeg maar sowieso altijd pak als Niels uitlogeren gaat, maar ik heb hier ook medicijn, paspoort en zo. En dan daarachter de spelletjes, maar... Ziet er toch al wat beter uit. En mijn doel was vooral, hoeft er niet allemaal heel netjes uit te zien. Maar vooral dat niet als ik één ding pak, dat alles omdondert. En hier heb ik trouwens nog een tip. Ik heb hier goedemorgen hoor, geeltje hangen. En daar heb ik zeg maar de codes van onze covers op staan. Want je hebt wel eens dat je dan zeg maar een tijdje niet op vakantie bent geweest. En dat je ineens denkt, wat was de code ook alweer van de koffer? Nou, die heb ik dus daar staan, dat... Nou, voordat we op reis gaan, dat ik nog even kan checken wat de code ook weer was. Nou, wat heb ik verder gekocht? Zal ik ook nog even laten zien. Dan heb ik deze nieuwe cactusjes. We hebben nieuwe handdoeken, want die waren twee of één grote gat in. Dus ik heb meteen maar twee nieuwe. Afwasborstel koop ik altijd. Dit lampje was stuk gegaan. Dit is zo'n lampje wat ik op mijn nachtkastje heb staan. Dan in de koper. En dan dit. We hebben een vlek op de bank zitten. En als het goed is, gaat het hiermee eruit. En dan heb ik deze nog. Die ga ik nu even bouwen. Dit is een trapje. Oh, en deze, dit is een schortje met een koksmuts voor Niels, voor in zijn keukentje. Beetje muziek erbij, gaan we even bouwen. Twee kanten gaat, dan zal het goed zijn. Oh, die moet er. Zo, net lekker bij de kapper geweest, bij Salon B. Heerlijk geknipt, gekruld gedaan, helemaal leuk. En nu ga ik nog even snel wat voor Sven, die had boxshorts besteld bij de Poel & Bear en daar zit nog een alarmpje in, dus dat is niet heel handig. Dus die ga ik nu nog even, maar het is al best wel laat, 5:30, let's go. Nog even bij de Hema aan het kijken. Dit is ook leuk. Oh, deze is ook leuk. Ik ben weer thuis. Dit is hoe mijn haar is geworden. Heel leuk. Ja, het lijkt nu wat korter omdat er natuurlijk weer een krul in zit. Sven voelt zich gelukkig een soort van oké. Dus we gaan heel low-key uit eten. Niet wat we van plan waren, maar gewoon even een beetje simpel en kort. En nou, afhankelijk van hoe hij zich voelt gaan we eventueel nog in de bios ons verstoppen. Dit is wat ik aan heb. Dit glittertruitje is echt al heel oud. Volgens mij ooit een keer van de Hennis. Echt heel oud.
En mijn spijkerbroek die ik al aan had van de Primark. En deze schoenen van Bershka volgens mij. Dus nou, eigenlijk een beetje wat ik aan had. Alleen een ander shirtje, andere schoenen komt het op neer. Dus wij gaan. We zitten lekker te eten. Ja, allebei hetzelfde. Wijntje erbij. Hoppatee. Zo, we hebben net lekker gegeten. We zijn nu in de bios. En kijk, de roast van Bell & Beast. Hij zwemt alleen niet met me naar Bell & Beast. Dat is dan wel jammer. Dat is mijn lievelings Disney film. Goed, we zijn in de bioscoop. En we gaan naar Dunkirk. Dunkirk. Oh, dus ik ga voor de verkeerde kant op. Dat kan ook. We gaan nu nog even wat snacks halen. Er is hier echt helemaal niemand. Ze zouden hier wel meer mensen moeten hebben. Dat verdienen ze wel. Want ze hebben niet een hele mooie bioscoop. Ze hebben wel een hele mooie scherm en een heel mooi geluid. En een hele lekkere stoel. Het is een beetje donker, maar we zitten in de bios. De film gaat zo beginnen. We zijn naar Dunkirk. Ik kan het nog steeds niet uitspreken. Duinkerken. Laten we het op zijn Belgisch doen. Toch, België? Dunkirk. Ja, Duinkirk. Ja. En nou, het is een zee van ruimte. Het is dus de... Oh, het is best nog een soort van licht. Het is de Kinepolis in Utrecht. En die is nieuw. Die is echt heel fijn, alleen hij is nog echt heel erg onontdekt. Dus nou, hoeveel mensen zullen hier zitten? 30? 30 man? Nou, misschien iets meer. 40 man op vrijdagavond. Het is wel lekker weer. Maar toch, Sven gaat wel vaker en het is echt relatief rustig. Jullie zien me echt niet, hè? Nou, wij gaan lekker de film kijken. Oh, ik heb mijn make-up eraf gehaald. Wij gaan lekker naar bed. Het was een goede film trouwens, een hele goede film. Je moet wel van, nou ja... Oorlogsfilms houden, zullen we zo zeggen. Er wordt echt heel weinig in gesproken, maar op zich wel heel goed geacteerd, maar dus weinig spraak. Dus moest ik even wennen. En uiteindelijk werd het nog best wel vol in de zaal. Dus nou, het was een prima avond. En we gaan nu lekker slapen en dan hopen dat Sven zich morgen goed genoeg gevoeld voor de parade. Nou, wel te rusten, hè? Goedemorgen, het is zaterdag en het is al 11 uur. En wij zitten nog in de pyjama, want... Dat kan op zo'n dag als vandaag. Nou, Niels slaapt bij mijn schoonouders in ieder geval lekker door 's nachts. Dus zijn griepachtig iets lijkt voorbij te zijn. Ik ben nu een fotoboekje aan het maken voor mijn ouders. Als bedankje voor het weekje Frankrijk waar ze ons mee naartoe hadden genomen. En Sven heeft heel veel boeken en die stapelden zich maar op. En die is hij nu aan het opruimen. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, verder hebben we nog niet zoveel gepland. Behalve dan vanavond te praten. Het is wel heel lekker weer. Dus ik denk dat we misschien zo wel even naar buiten gaan. Maar eerst maar eventjes dit soort dingen doen. Maar het zit heerlijk. En net eventjes gefacetimed met Niels. Dat kon eerder niet. Maar, want dan werd hij heel rustig. Maar nu vond hij het geloof ik wel leuk, toch? Ja, hij snapte het. Hij zei meteen toen ik in beeld kwam, zei hij, dag mama. Dat is goed. En nou, die heeft het helemaal naar zijn zin. Dus dat is fijn. En die zien we morgen gewoon weer lekker. Dus nu nog een nachtje. We hebben heerlijk geslapen. Ik werd om 7:30 wakker. En toen dacht ik, nee, ik wil het niet. En toen ben ik gelukkig nog in slaap gevallen tot 9:00. Waarbij ik dan altijd weer wat brakker wakker word dan als ik gewoon om 7:30 was opgestaan. Maar goed. Toch heerlijk geslapen. Geen één keer wakker geworden van wie dan ook. Dus dat is fijn. En nou, ik neem jullie mee vandaag. Ik zal zo eens even douchen en een make-upje erop smeren. Dit is mijn outfit van vandaag. Ze is bij mijn haar. En wij gaan nu even lunchen. Mits zit in de kast, dus ik laat het maar even open staan. En dan gaat ze altijd in de loop van de dag besluiten dat ze hier wil zitten. En gaat ze al die trui eruit halen. Het is wat het is. Wij hebben lunch. Ik heb een salade. En Sven heeft een 12 uurtje handendom. En ik ga nu al zo eentje jatten, want ik vind dat zo lekker. Eet smakelijk. We zitten bij de parade. Uitstap. Nee. Te geïnteresseerd in het eten. Maar
redelijk vol. We zijn echt niet eens plek. We hebben wel kaartjes, maar... Wij zijn net bij de parade geweest en je zag een heel klein stukje van toen ik in de tent zat en filmde. Dat was bij Rundfunk, echt heel erg. Rundfunk heet het toch? Echt hilarisch. Een hele grappige voorstelling, een half uurtje. Nee, je moet gewoon boven de 16 of zo zijn, dacht ik. Nou, maar een hele leuke voorstelling. Ja, nu is het nog aan het swingen, maar Sven die begint toch weer een beetje niet helemaal lekker te worden. Dus we gaan toch maar gewoon naar huis. En dan, maar het was wel heel leuk. We hebben lekker gegeten en gelachen. Ik kon niet naast elkaar zitten, het was echt chockvol, dus je moet op tijd kaartjes bestellen. Ja, goed. Anyhow, we gaan fietsen. Wij zijn alweer eventjes thuis en we hebben nog even lekker op de bank. Ik vertrek zitten terugkijken van, ik weet niet hoe lang geleden. We hadden altijd een vermakelijk programma. Dus is niet goed. We dachten, het wordt een beetje laat als we een film gaan kijken. Wat heb ik hier nou weer liggen? Oh, dat heb ik. Het wordt een beetje laat als we een filmpje gaan kijken. Dus we dachten, nou, we gaan gewoon lekker suf een aflevering. Ik vertrek kijken. En we hebben nog even wat gegeten. En morgen zien we de kleine spruit weer. Die heeft het heel erg naar zin bij opa en oma. Dus dat is fijn. Eigenlijk zou we hem ophalen. Maar het kan zijn dat Sven's broertje, die is al daar. Dus het kan zijn dat hij Niels mee terugneemt. Dus dat zou ook wel fijn zijn. Die komt hier toch ongeveer langs. En wij gaan zo lekker slapen, dus ik zie jullie morgenochtend weer. Goedemorgen, het is zondag en ik ben een tomaat. Ik kom net terug van de Zumba, dus ik ga nu even lekker douchen, haren wassen. En dan zien we het wel weer. Hoi! Zo'n hele rare opening. Wij zitten in de auto. Ik heb me net even opgemaakt. Want we moeten een beetje opschieten, want we willen los. Want we willen we wilden op tijd in Zwolle zijn. Alleen we waren vergeten dat er werkzaamheden waren. Dus we rijden nu door de polder. En we zijn er om 1 uur in plaats van 12:30. Maar daarom heb ik me dus na de Zumba snel gedoucht en aangekleed en heb ik me dus opgemaakt in de auto. Dus is het lekker. We hadden zeg maar allebei een soort gratis blikjes gekregen. Dit, Finley. Ik heb het nog niet geproefd. En Sven die heeft Lipton Green Tea. Iets. Oh, het is vies, jongen. Het is vies, begrijp ik. Oh ja, hier, polder, kijk. Smok uit die stoot. Smok uit die stoot, zo gemaakt. Nou goed, wij zitten hier voor in de auto. En dan gaan we even lunchen bij Sven's ouders. En dan, de muziek moet wat zetten, lunchen bij Sven's ouders en dan gaan we rijden we terug met de kleine man. Die kan ondertussen slapen en dan hebben we daarna nog een soort, hoe noemden ze het nou? Ja, het is geen baby shower, het is een baby bowl. Het is zeg maar een, ja nee, volgens mij klopt het wel, van buren van ons. Die hebben een... Die doen blijkbaar niet aan kraamvisite, die doen aan een babyborrel. Geen idee, nog nooit gehad. We gaan het meemaken, maar dan gaan we even langs. En dan gaan we nog even lekker spelen met Niels. Zo, we zijn alweer een heel wat uurtjes verder. We zijn nu bij de babyborrel geweest. We hebben inmiddels onze kleine man weer opgehaald. Heel fijn om hem weer te zien. We hebben nog even geluncht bij mijn schoonouders. Oeh, 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 rem, rem. En dan hebben we nog even dus die babybol gehad. Was heel gezellig, want het waren ook allemaal buren van ons. En nu gaan we naar huis. En dan kan Niels ook nog even, het is nu al bijna 4:30, dus we kunnen nog even lekker wennen thuis. Voordat we gaan eten en dat hij weer naar bed moet. Dus, maar hij heeft de halve bol tafel opgegeten, dus ik weet niet hoeveel hij nog gaat eten. Maar we gaan hem meemaken. En ja, Nou. Leuke locatie. Leuke locatie. Het was bij Leen. Voor iedereen die in Utrecht woont. Het zit daar bij de Watertoren, bij Rotsoort. Was leuk. Dus nou, we gaan naar huis. Zo, wij zijn weer thuis. En ik heb een nieuw krukje voor Niels. En hij is heel schattig. Nu gaat hij even laten zien. Hij heeft net alle auto's erop gezet. En nu gaat hij allemaal weer daarheen zetten. Zo'n trapje gekocht, dat is een trapje van IKEA. Ja, gaat wel weer.
het idee is dat ik hem dan iets minder hoef te tillen. Dat hij gewoon zelf op een gegeven moment zijn commode op kan en zo. Kijk, dat is nu nog een beetje te klein voor mij. Ik kan er wel op klimmen en dan hoef ik hem iets minder ver te tillen. Maar ook dat hij op een gegeven moment een beetje aan het aanrecht kan gaan staan en zo. Maar goed, hij vindt het blijkbaar ook leuk om mee te spelen. Dus laat hem lekker zijn gang gaan. Net voor alle. Niels, opletten. Ja, daar net even de was opgehangen. Nu even zitten. Zondag is pizza dag, meestal. En Niels wilde stofzuigen en uiteindelijk was ik het hele huis aan het stofzuigen. Maar goed, maakt niet uit. We zijn nu gewoon weer lekker thuis. Hé, Niels, lekker thuis? Ja. Nou, het is 11:15. Ik ga lekker op bed nog even wat tv kijken, wat lezen en zo. En dan lekker slapen. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden te zien. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij weer een nieuwe vlog. En volgens mij komt er aanstaande woensdag, dacht ik, een shopvlog. Maar het kan ook iets anders zijn. Ik weet het niet meer. In ieder geval zie ik jullie heel graag heel snel weer. Doeg, bedankt voor het kijken.